Kinger Vasteloven is aangezag voor de aflevering van nu. En verzend in Trebeek bij de Sint-Franciscus basisschool. En daar werd deze middag werd de nieuwe prinses of prins of prinsenpaar uitgeroepen. En we komen voor jullie wiegen. En weer hij een beetje rondgebroken Trebeek jullie wiegen het kind. Daar had je het gemist, want jullie is een heel belangrijk personage uit de Gebreuker Vasteloavend. Een enorme palmares qua leedjes en activiteiten. Het had vroeger zelfs in de LVK-finale gestangen met de Muppen. En het had nu nog pas vorige week het Gebreuker leedje gewonnen met Fuchse Wild. En jullie, omdat het niet stilzitten kan, had het een boek gemaakt, een printenboek. Uur van Vasteloavend. En dat is bedoeld als een soort leergangetje voor de Limburgse poeten wie er Vasteloavend in zit. En dat geeft het deze middag hij ook vuur dragen. Kortom, alle reden om hij naar de Sint-Franciscus-school te komen. En dan gaan we nu maar eens vlot naar binnen en gaan kijken. Hallo jullie. Wie is het er met? Goed, dankjewel, dankjewel. Ja. Want nu ben je gepensioneerd. Ja. Ja, juist een paar maanden eigenlijk. Wie lang had zij voor de klas gestangen? 44 jaar. Maar op dezelfde school? Op dezelfde school, op de San Francisco school in Trebeek. Met veel spas en met veel plezier. Dus ik heb het maar heel erg hier gedaan. Fijn gehad en genoten van de kinger. Ja. En toen dacht ze natuurlijk, nou ja, doe liks me ook niet een type wat zich gaat vervelen. Nee. Maar toen dacht ze, nou, wanneer ik straks gepensioneerd ben, dan ga ik het leuk schrijven over Vasteloavend. Maar de kost niet wachten, want het wordt al verder eigenlijk. Ja, het wordt al verder. Weet ze, de hub zat in de kop eigenlijk dan, hè. En dan kan ze niet met stoppen met erover nadenken en met bezig zijn. Dus het wordt al klaar wie ik met pensioen ging. Ja. Dus. Nou, vertel de Luens wat ze has gemak. En dan gewoon vergelijk kijken wie dat in de praktijk uitziet. Ja, nou, ik heb een beukje gemaakt over de Joep. Dus een klein jongske en de vrienden zien de pap. Pap, vertel me nu eens gaat over de Vasteloavend. En de papa, slauw, die zit. Als toen fijn geslapen, vertel ik tegen iedere avond gaat over Vastelovend. De drie doordaagse stond aan de deur met Vastelovens kleuren. Rood, geel, groen werd aangezakt, steed eindelijk te gebeuren. En de Joepeman die vreude zich. En riep toen uit, ik bof. En dan komen eigenlijk alle onderwerpen van de Vasteloavend die komen aan bod. Ik bedoel, de start van het seizoen 5, de 11e van de 11e. Het prins uitroepen, het naar de kerk gaan, het eskrutske, scepterstiegen veren. En behalve dat het een vrolijk en gezellig boek is natuurlijk, is het dus ook een beetje informatief. Zodat kinderen ook echt kunnen leren wat tradities en wat het allemaal betekent, wat gebeurt met de Vasteloavend. Ja. Mm-hmm. Daar has het boek gepresenteerd in oktober, hè, in Gebroken uiteraard. Ja. En hoe geeft het hij op die oude school, geeft het vuurdraag, begon het gelijk alle nu met. Maar zou er eventueel een gans klein beetje spanning in zitten nu? Nou, niet voor mijn kinger in de klas natuurlijk. Hè? Want deze kinger woog nu aan gaan voorlezen. Die heb ik vorig jaar heb ik die in groepje 1 gehad. Dus ik vind het superleuk om dat weer te doen. En het is ook niet de eerste keer dat ik terugkom natuurlijk. Want ik ben toch immer een beetje in de zitten. En eigenlijk vraag ik me erop, laat ik het zo zeggen. Ja. Hoe bovenop de wagen met een lach op zijn mond. Spruit de prins voor alle kinger babbeltjes in het rond. Vang ik die ook, vroeg de Joep. En papa zag en ook. En de Joepeman der vreude zich en riep toe uit. Wat riep de Joep? Ik? Bof. Bof, ja natuurlijk. Goed zo, Sjana. Misschien wil Emes wel de steek opzetten. Wij zouden het willen. Nou. Branden. Geweldig. Oh. Hey, daar loopt de prins, want ik zie de veer, de fazantenveer. Spas en plezier van de burgerpeste oven.
rood, geel en groen is de kleur van carnaval. Ja, ja, ja. En weet je nog wat voor allemaal ropen als het vastelovend is? Dan zeggen we niet hallo, maar dan zeggen we immer... Allah! 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 Basisschool Sint Franciscus, Allah! De drie doorlaag stond aan de muur met vaste lovenskuren. Rood, geel, groen werd aangezang, steed eindelijk de figuren. Van de vrouwen zei, dat geloof ik dat ik. Ik denk dat we er klaar voor zijn, voor de prins en de prinses. Het prinsenpaar, het aftredende prinsenpaar van basisschool Sint Franciscus Streebeek zit hier naast me. En zometeen zullen ze toch een wat droevig moment mee gaan maken. Want ze moeten aftreden als prinses en prins. Prinses Laurie bijvoorbeeld, zie je er erg tegen op? Ja, ik vind het vooral spannend. Ja, ook, ik weet niet wie er... Prinsen, wie mij gaat opvolgen. Dus. Dat is een groot geheim? Ja. Oké. Okay. Hey, en vorig jaar zijn jullie dus uitgeroepen als prins en prinses. Logisch lijkt me. Hè? En dat was, dat vond je echt leuk? Levi? Prins Levi? Ja, ik vond het wel leuk. We hebben veel leuke dingen meegemaakt met prins en prinses zijn. Hè? Ja. En ja, ik vind het wel jammer dat we nu... moeten aftreden. Ja, ja. Wat doet prins en prinses zo op Sint Franciscus? Is dat alleen hier een feestje op school of doen jullie nog meer dingen? Ja, we gaan eigenlijk een optocht lopen. Dat doen we dan meestal en dan ga je verkleden. Dan is er een thema. Vorig jaar was dat carnaval. En dit jaar weten we niet wat voor thema het is. En dan moeten we ook medailles gaan uitreiken. En dan hebben we op school een feestje bij een café ergens. En die optocht mogen we koets uitkiezen en dan gaan we dat lopen met z'n allen. Oké, dus het is hier niet met het feestje hier op school en het uitroepen, dat is niet alles. Er gebeurt nog veel meer. Ja, eigenlijk wel, ja. En met carnaval zelf, was je dan ook verkleed als prins en prinses? Ja, ja. Ook voor de school? Of gewoon, je bent toen gewoon... carnaval gaan vieren zonder dat dat met de school moest? Ja, ook zonder school. En ook op turnen waren wij ook prinses en prinses. En mochten wij daar de leuk verkleedste jongen of meisje uit kiezen die het leukst verkleed was. Oké. Okay. Hey, en moeten jullie nou dadelijk ook nog gaan speechen of iets zeggen of zo? Of is dat niet nodig? Dat weten we niet. Dat horen we dadelijk wel van de juffrouw. Oké. Okay. Ja, en anders moet je maar gewoon zeggen dankjewel en Allah voor. Ja. En even kijken, dan mag je ook de mantel afnemen. De keep. 1, 2, 3. Oh. 1. Ik sta hier naast prinses Jacy. Ze is net uitgeroepen als prinses van Sint Franciscus School Treebeek. Hier in deze grote feesthal vanmiddag in Treebeek. Jacy, helemaal proficiat. Hoe vind je het? Ja, leuk. Ja? Je bent nog helemaal in de wolken, geloof ik. Hè? Je bent er nog een beetje beduust van, hè? Ja. Wanneer zou je eraan gewend raken dat je prinses bent? Want je moet de baas spelen nu, hè? Ja, ik weet het niet. Ja, ik begin er wel al langzaam aan te wennen. Ja. Oké, okay. Hey, heel erg veel plezier, hè? En anders moet je papa en mama maar vragen, die helpen je wel, hè? En oma is ook hier. Heel veel plezier, hè? Ja. Schoene vaste avond. Alaaf. Alaaf.